Hi en leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben daar met deze hele leuke, inspirerende dame onderweg naar See First ding. Hoe heet dat ding? See the Future. See the Future. Ja. En ze gaat hopelijk ook binnenkort video's maken. Dus jongens, als jullie dat leuk vinden, schrijf even comment hier beneden dat ze meer video's moet maken. Want ze heeft weet ontzettend veel en ze kan heel, heel leuk vertellen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Dus wij gaan onderweg naar Den Bosch. En hier zie je allemaal lekker fruit. Dus ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaat doen buiten een co-workshop en dat soort dingen. Een lezing geven. 3 uur. Om 3 uur. Dus daar hebben jullie natuurlijk niks aan, want dit is natuurlijk al eerder opgenomen. Maar goed, dan weten jullie dat voor een volgende keer, volgend event. Dus gezellig samen met Janneke gaan we lekker naar Den Bosch. Misschien is het leuk om toch even wat te vertellen over die koffie waar we het net hadden. Oh ja, we hadden net een discussie over koffie. Ja. Ja, dat is leuk. Van onderaf gefilmd, sorry. Ik krijg ook heel vaak de vraag van is koffie nou gezond, ja of nee? En in mijn boek heb ik daar ook kort over geschreven. En als we naar de laatste reviews en meta-analyses kijken, dan blijkt dat 1 kopje filterkoffie per dag gezond kan zijn. En ik verklaar dat op een manier door het te vergelijken met als je een glas laat vallen in je keuken. Stel je voor, al dat glas dat ligt op de grond en je pakt vegen een blik om dat op te ruimen. Dan ruim je natuurlijk niet alleen dat glas op, maar je neemt ook andere dingen mee. Waarom? Omdat koffie is eigenlijk dusdanig ongezond dat het de detoxification enzymes in je lichaam, oftewel de schoonmaakdienst van je lichaam, activeert om de boel op te ruimen en schoon te maken. En net als in je keuken, je ruimt er niet alleen het glas op, nee, je neemt ook andere dingen mee. En een ander ding wat ik ook gevaarlijk vind aan koffie, en waarom ik het zelf dus niet drink, dat heeft te maken met dat ik het ook wel vergelijk als betalen met de creditcard. Je neemt eigenlijk meer geld op dan je hebt. En dat is heel af en toe is dat niet erg, als je het op tijd terugbetaalt en daar het geld voor hebt. Maar als je dat dag in dag uit doet, dan neem je eigenlijk dus constant meer geld op dan je hebt, waardoor je in de schulden raakt. En ja, zo vergelijk ik, daar vergelijk ik koffiedrinken heel vaak mee. Je neemt eigenlijk meer energie op dan je hebt. En als je daar dat niet compenseert, waar we natuurlijk helemaal geen tijd voor hebben, ja, dan begint zich dat op te stapelen. Dus ik drink het zelf niet. Nee, ik ben er geen voorstander van. Dus wij hadden het even over koffie, omdat jij er ook over verbaast dat Jan en alle man dat gewoon drinkt en dat wij daar, dat niemand zich daarover verbaast. En dat klopt, ik denk dat het een verslaving is waar zoveel Nederlanders last van hebben. Ja, en ook omdat er zoveel reclame voor wordt gemaakt, alsof het gezellig is. Ja, verbaas me momenteel. Ja. Zitten we heel veel reclame daarvoor van hoe gezellig en hoe leuk met z'n allen, ja. Al voor kids af aan. En dat was iets waar ik me over verbaasde en toen vroeg ik aan Janne van, hoe denk jij daarover? Want ik kan daarover niet heel genoeg vinden wat ik erover wil vinden. En ik weet dat Janneke heel veel weet te vinden, gelukkig. Dus dit soort van wandelende encyclopedie. Gelukkig kan ik gewoon vragen. Dat is voor mij af en toe wat makkelijker. Dus daar hadden we het over. Dus hopelijk hebben jullie hier gewoon wat aan. Ja, ik ben er nog iets over vertellen. Nou ja, ik zou je willen uitdagen van kun je gewoon een week zonder koffie? En wat gebeurt er dan in je lichaam? En als er dan dus van alles in je lichaam gebeurt, zoals hoofdpijn en weet ik het allemaal wat, maar dan weet je dus dat je verslaafd bent. En ja, dat lijkt me sowieso niet handig, dat je ergens van afhankelijk bent. Dus ik drink het zelf niet. Een goed bakje koffie, de geur daarvan, dat snap ik ook wel, dat is lekker. Maar goed, doe je voordeel mee. Dankjewel. Ja. Goed zo, dan gaan we verder. Hopelijk zet deze video je aan om na te denken over wat het met je doet, hoe je je erbij voelt. In plaats van ook gewoon de macht der gewoonte van standaard dan maar gewoon je dingen doen. Dus hopelijk heb je hier wat aan. Sorry dus dat het beeld wat meer bewogen is, want ja, we zaten in de auto. Ik vind dat heel inspirerend om te luisteren naar Janneke, vooral omdat ze de dingen heel goed kan uitleggen. Iets waar ik zelf helaas iets minder goed kan of waar minder bedreven in ben, laat ik het zo zeggen. Ik vond het nou heel fijn. Dankjewel Janneke. Heb jij verder vragen, opmerkingen, andere dingen, laat het natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video.